Bij de Leidse voetbalvereniging Lucht Dunum mag weer worden getraind. We hebben er lang op mogen wachten, maar wel heel fijn dat het nu weer kan. Ja, natuurlijk zijn we weer blij om op het voetbalveld te staan. Maar het is toch wel raar dat je halve team wel met elkaar mag gaan voetballen en de helft in tweetallen iets anders moet gaan doen of zo. Dus we moeten maar even gaan zien hoe het gaat. Maar de leeftijdsgrens van 27 jaar zorgt wel voor problemen bij het eerste dameselftal. Degene die boven de 27 is, mag voorzichtig hand omhoog. Dan gaan we voor jullie drieën een aparte invulling geven. En voor de dames onder de 27, jullie gaan gewoon de reguliere training en dat krijgen jullie van Jam. En de dames boven de 27 zal training van mij krijgen. Wat mogen de dames onder de 27 en wat mogen de ouwetjes? Nou, de dames onder de 27 mogen in principe alles. De dames boven de 27 mogen eigenlijk ook alles, alleen met voldoende afstand. Dus ze mogen geen duels en dat is gewoon het belangrijkste, dat ze die afstand waarborgen. Maar dan kan je toch eigenlijk niks? Eigenlijk niks, inderdaad. Voor de oudjes dan, hè? Dus ja, het is niet anders. We moeten het maar doen. En de oudjes moeten even doorbijten, denk ik. Dus ik hoop dat het snel voorbij zal zijn. En dan dat we gewoon met de hele groep kunnen trainen. Hoe is het met de conditie? Niet zo best. Ja, eigenlijk staan we nu al een jaar stil, hè? We hebben wel tussendoor af en toe even iets gemogen. Maar in de praktijk al een jaar eigenlijk niks meer. Hoe vind je het om weer te trainen? Ja, fantastisch. Zeker even zo'n duelletje. Dat heb je toch, het is niet echt als in de wedstrijd, maar gewoon weer even dat je merkt dat het ook toch een contactsport is. Ja, dat is wel fijn. Dat je ook, dan is veel meer een uitlaatklep. Nee, dus ik ben er heel blij mee. Wat vind je van de maatregelen of van de manier waarop jullie nu mogen trainen? Het is natuurlijk wel gewoon jammer dat je dan net door zo'n leeftijdsgrens in tweeën wordt gesplitst. En je moet ergens de grens leggen. Maar voor ons is het wel een beetje treurig. Nou, ik snap dat ze voor de groep onder 27 daar iets voor willen doen, dat snap ik zeker. Maar ja, als team heb je hier niet echt heel veel aan, behalve het wel leuk is om elkaar te zien. En ja, qua corona, dat een 26-jarige krijgt dat natuurlijk net zo makkelijk als een 34-jarige. Dus ja, maar ja, we moeten het er maar mee doen, hè.